Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel leuks maken. We gaan een romantisch maar stoer bloemschik maken. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar blijf je ook voor alle leuke video's die ik maak. En we gaan eventjes een leuke winactie doen. Wat kan je winnen? Een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie hieronder achter wat je van deze video vindt. Of wat je graag zou willen zien. En dan doe je al mee met de winactie. Dus dat zou ik super leuk vinden. En wil je dubbel kans maken. Dan kan je het delen op Facebook. Dan doe je twee keer mee. Dus dat is natuurlijk ook leuk. Dus even iets leuks aan het begin van de video. En dan gaan we nu gauw beginnen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaarbloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. En een vele vraag die ik krijg is, kan ik het pakket ook voor later bestellen? Dat kan met de pakketten, dus dat is geen probleem. Dus wil je het pakket later ontvangen, om wat voor reden ook, dan kan je het alsnog bestellen. Goed, we gaan nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, heb ik een heel mooi industrieel frame. Ik heb er al een oasenblok in gedaan. En die ga ik even aan de zijkant afsnijden, zodat we straks mooi goed kunnen wegsteken. Zoals je ziet heb ik dat gedaan. Dan kunnen we nu gaan beginnen met het opsteken van dit bloemstuk. We gaan hem als een biedermeier opsteken, maar we gaan hem wel weer verbinden met het frame. Dus dat is natuurlijk super leuk. Ik haal je er even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. We steken het eerst op met wat rozen. We bouwen het ook echt als een biedermeier op. Dus we beginnen even met de zijkant. En dan bouwen we hem op naar boven. Ik doe het met verschillende tinten rozen. Let op dat je de bloemen altijd goed schuin aansnijdt. Dat is altijd heel belangrijk. En zoals je ziet, ik doe eerst vier om de buitenkant, dan eentje in het midden en van daaruit werk ik weer daartussen. Nu zie ik net dat deze rozen heel erg op elkaar lijken, dus die doe ik eventjes aan deze kant. Het zijn allemaal net verschillende tinten, maar het is wel mooi als dat even mooi verdeeld is. Dan heb ik mooie distel en die zet ik daar weer tussen. En zo verbind je als het ware deze ook weer en wordt het iets meer, ga je meer richting de biedermeier. Daartussen verwerk ik wat eucalyptus en dit verwerk ik er kort tussen. Maak de onderkant altijd even vrij. Snijd het schuin aan en zet hem dan tussen. En ik hou die lijn ook echt aan. Als je bijvoorbeeld zo een eucalyptusblaadje hebt. Als je net boven het blaadje afsnijdt, kan je en deze kant en deze kant gebruiken. En dan kan je eigenlijk zo de hele tak gebruiken. Dus onthoud dat ook goed. Zonder om weg te gooien namelijk. En helemaal als je het zo ook kort gebruikt. Kijk hoe mooi dit al is. Super mooi. Dan voegen we er nog even iets extra romantiek aan toe door er
gipskruid tussen te voegen. Dit stop ik er heel kort tussen. Dus hou daar rekening mee dat je het er heel kort tussen steekt. Om zo mooi die overloop te houden. En dan vul je ook gelijk het oase mooi mee op. Let ook op dat je echt tot onderaan doorsteekt. Dus dat je hem niet erboven houdt, want dan krijg je juist dat mooie bolletje tot onderaan. Zoals ik al zei, gaan we de bovenkant verbinden met de onderkant. We hebben nu wel heel mooi die vorm van de cirkel met het bolletje onderin. Dus dat versterkt altijd. Als je bepaalde vormen elke keer laat terugkomen, krijg je juist een versterking in je stuk. Dus dat is heel mooi. Maar het is natuurlijk wel mooi als we de onderkant ook verbinden met de bovenkant. En dat gaan we doen door middel van asparagus. We steken de asparagus er aan de zijkant in. En zo laten we het om het frame heen lopen. En dat doen we ook aan de andere kant. Nu kan je er eigenlijk heel veel nog aan toevoegen. Je kan ook bloemen mee laten lopen met het frame. Dat is altijd een goed idee en het versterkt altijd. Maar het is ook heel mooi om het gewoon rustig te houden. En op deze manier verbind je hem toch. Heb je onderin mooi de zwaarte van de bloemen. Maar is het bloemstuk wel echt één heel mooi geheel. Dus ik laat hem hierbij. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je onder kopje cursuspakketten. Je kan er gewoon mee doen met de winactie. Dus vind je dat leuk? Laat even een leuke reactie achter. En wil je dubbel meedoen, dan kun je het ook delen, deze video delen op Facebook. Daarnaast kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook veel meer over allerlei bloemstukken en over de winkel. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je me daar ook volgen. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en zie jullie bij de volgende keer weer.